main subject is foreignness, no? Like what is to come as an outsider to a place and what agency you can have if you speak or you don't speak the language, no? And how to deal with that. I think the art has an expanded field, so it's not just only... It has become the convention that happens in institutions and that is kind of chosen and then exhibit and then becomes art, because in the moment it becomes public. But I feel it can also become part of culture. That's why I like music, because music doesn't need the concert hall. I really love the idea when art becomes part of our lives and it just influences and enriches our lives. Carlos Amorales is een internationaal erkende kunstenaar uit Mexico die heel bekend is met Nederland, omdat hij hier gestudeerd heeft aan de Rietveld Academie en aan de Rijksacademie. Hij heeft in 2019 een hele grote solo tentoonstelling gehad in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Wij hebben gekozen om met Carlos te werken omdat het een kunstenaar is met een hele eigenzinnige beeldtaal. Ook een hele universele beeldtaal die mensen direct weet aan te spreken. Zowel met zijn werk, maar ook de persoon die hij is heel toegankelijk. En dat is een hele fijne eigenschap als je met een kunstenaar werkt die werk maakt in het publieke domein. De titel is uiteindelijk geworden I Speak No Dutch. En het is een opdracht geweest van Stichting KUS in samenwerking met de gemeente Utrecht en uitgevoerd door Zimik. Eerdere projecten die wij als KUS hebben georganiseerd, die leerden ons dat het van belang is dat een kunstenaar voor een lange tijd zich kan verhouden tot het gebied en het gebied ook echt kan leren kennen. En wij vonden het belangrijk als curatoren dat het project op heel veel manieren verankerd raakt in het Utrechtse. En tegelijkertijd wisten wij dat Carlos al heel lang bezig was met een onderzoek naar taal. En wij hebben hem uitgenodigd om dat onderzoek naar taal verder te ontwikkelen in Utrecht. Nou ja, dat je in een land kunt komen waar je de taal niet spreekt. Of je daar nou gaat wonen of op vakantie gaat of wat dan ook. En dat taal verbindend kan zijn, maar taal ook een ongelofelijke verwarring kan veroorzaken. En ook kan zorgen dat je er niet bij hoort. Dat je buiten de groep valt. Maar taal kan ook weer zorgen dat je juist wel verbinding vindt. En dat je wel bij de groep hoort. En die spagaat, die is Carlos heel erg aan het opzoeken geweest in zijn project. That is super tough. It's like really, really a challenge, you know. You can invent science, you can mock like illegibility, you can mock languages, you can invent, and if you're an artist, you can just draw nice forms. But that these forms have a meaning, and that this meaning becomes meaningful to somebody else, and that you can share that, and that you can build a phrase with that, and do something and enjoy it and judge if it's good or bad. Or I think that's a really complete step, you know. It's like another level. And I have to say, it's what it took us 5 years. Utrecht is wel een stad met een hele lange traditie in kunst in de openbare ruimte. Als je kunst maakt in de openbare ruimte, dan is het klassieke beeld wat mensen hebben van een mooi kunstwerk wat ergens op een sokkel staat en daar kan je langslopen en naar kijken. Wat wij met KUS doen, wat ook de stad doet via de adviescommissie Beeldende Kunst, is ook op een andere manier naar kunst kijken. En dat mag ook iets zijn wat eenmalig is en dan weer verdwijnt. Somebody mentioned that something like 25% of people in the Netherlands sing in choirs. And that in Utrecht there is a big choir culture. So I thought, wow, that's already like a huge network of people who share one language. A musical language is not like they only speak Dutch, it's not only their common language, but they speak that other language. And I thought, okay, this is like the perfect field where I could work.
Uiteindelijk zijn we bij Zimmik terechtgekomen, juist om die verbinding te maken naar ook amateurkoren. En dat heeft een enorme boost gegeven waar ik erg blij mee ben. Zimmik organiseert natuurlijk heel veel verschillende activiteiten voor amateurkunstenaars. Niet alleen voor koorzang, maar ook voor theater of voor dans bijvoorbeeld. Maar afgelopen jaren hebben we wel heel veel in de koormuziek gedaan, ook omdat er heel veel koorzangers zijn in deze stad. En een van de grote projecten die we gedaan hebben dit jaar ook, is het Leading Voices Festival. En dat festival was helemaal gericht op de professional in de koorsector. Aangezien Carlos binnen dit project ook de rol van dirigent op zich heeft genomen, was het eigenlijk heel logisch om hem ook uit te nodigen voor dat festival. En uiteindelijk is zijn aanwezigheid daar en het volgen van de diverse workshops, het kijken van wat een dirigent eigenlijk allemaal doet, van grote invloed geweest op het uiteindelijke resultaat. Zimmik heeft een team om zich heen verzameld om Carlos te ondersteunen. De Mexicaanse componisten Diego Espinoza en Julian Lede hebben Carlos al in Mexico en later ook in Utrecht geholpen. Ze hebben vooral geholpen bij het vertalen van zijn ideeën naar muziek en hoe je werkt met zangers. Iemand die goed is vanuit een pedagogisch-didactische hoek is Rowan Poldervaart. En daar is ook een belangrijke rol voor weggelegd in dit project. Met name als het gaat over het improviseren en om de koren daarbij te helpen en dat ze zich daar comfortabel bij voelen. Daar was hij heel belangrijk voor. En dan van daar they will take it. This one in the middle. Yep. The sense of emotion, change emotion, collective emotion. So there is an emotion. Yeah. And maybe the emotion is text to music. Het project kwam in een soort van stroomversnelling toen iedereen zich kwetsbaar is gaan opstellen. En Carlos voorop, hij heeft op een gegeven moment besloten, ik moet degene zijn die koren gaat dirigeren. Hij had nog nooit gedirigeerd, dus ga er maar aan staan om dat te doen. Maar ook de zangers die niet wisten van tevoren waar ze aan meededen. En eigenlijk ook de opdrachtgevers hebben zich kwetsbaar gevoeld in dit proces, omdat zo lang onzeker was waar dit project in ging eindigen. It works. Some are simple, like when we do this one that we just did, Stung by a Bee is super clear. But some are still very complex, so I would think it would be good to make them simple too. If we have like 10 simple things, then we can manage. Dit is een fantastisch project. Ik heb vanaf het begin mee mogen doen en het is totaal veranderd, maar het is nog steeds heel bijzonder en het is één groot experiment en een speeltuin. En eigenlijk aldoende haalt Carlos daar de elementen uit en zegt, nou dat vind ik nou leuk, daar gaan we op verder. Dat is nou, dus hij laat zich inspireren door wat er in de repetities gebeurt. In het stedelijk was het volgens mij, met al die vlinders. Ja, dat vond ik echt zo fantastisch, dat je door die gang liep. Dus ik heb zijn naam altijd onthouden. En toen dacht ik, ja, dit lijkt me heel erg gaaf om iets met hem te doen. En het werd ook vrij duidelijk dat het natuurlijk rondom improvisatie was. Dus dat doe ik helemaal niet met mijn eigen koor. Dus ik dacht, nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar of ik dat wel kan en hoe dat is. What is interesting this time is that instead of doing 100 separate drawings, I just draw them all in a book. So I basically show the book to the different people in the choir for them to select one of the images and try together to give it like a musical form. And that became very interesting because then we started to co-produce or co-create the sounds. And then once you have the different sounds, let's say when you have 10 sounds and you start to combine them and you start to find ways to apply them and repeat them and combine and repeat and combine and repeat. Then is when you start to make music. Nu ligt er een heel duidelijke beeldtaal die wij als zangers kunnen vertalen in klanken, in zang, in ritme, volume. Dus ja, ik vind dat hij een hele nieuwe taal ontwikkeld heeft. Ja. Dus het klopt ook wel dat dit een performance van Carlos is, vind ik zelf. Ja. Het samen tot iets totaal nieuws komen. Ik denk dat ik dat me het meest ga herinneren.
Wat ik ook bijzonder vind aan dit project is dat we uiteindelijk ook weer terug zijn waar we begonnen, namelijk op het Jaarbeursplein. In de parkeergarage onder het Jaarbeursplein waar Carlos een muurschildering heeft gemaakt. Die muurschildering wordt net als een heel groot deel van de tekeningen die hij gemaakt heeft, onderdeel van de collectie van het Centraal Museum. To me what is very important is also the experience we are going through. So it's not only like preparing something for a final exhibition or for, let's say, making it public, but it's really the process, because it's really in the process where things are happening. But it feels to me like, okay, I'm discovering something new, and this is really, could be the beginning of more things. So in that sense, to me, I don't see this experience as an end, but as something that perhaps opens up. Through these years, from being something public and something that you start thinking as monumental, as something to put in the plaza, slowly starts to mutate and becomes more personal and more personal. So it becomes something that even changes you personally, you know, like I have to learn to conduct a choir. So that's a big change for me. And I think this is very interesting because it really brings something that was meant conventionally in one way into a completely different way. It ended up becoming a very personal project in the public space. Uiteindelijk is er gekozen voor de grote hal van de bibliotheek Neude voor de performance, omdat het heel erg over communicatie en taal gaat. Ik denk dat improviseren super gaaf is en dat werken met iemand van buiten je eigen discipline, dat ook heel veel toevoegt. Het belangrijkste is denk ik het kennismaken met improviseren en daar ook op vertrouwen. Iemand begint iets, die zet iets neer. Daarvoor openstaan, dat is een belangrijk principe, denk ik, voor ja, niet alleen bij het zingen, maar misschien wel voor heel veel dingen in het leven. Durven doen. Gewoon go with the flow, goed naar elkaar luisteren, goed naar elkaar kijken. En op die manier kom je tot prachtige dingen. Superleuk. Al deze zangers die meegedaan hebben, gaan nooit meer op dezelfde manier naar kunst kijken. Zij zullen altijd de ervaring die ze nu hebben gehad, de ervaring van het maakproces van een kunstenaar, meenemen in hoe ze kunst gaan beleven en gaan ervaren. Ik was eigenlijk echt ontroerd om zowel Carlos als die zangers daar te zien staan. En iedereen gaf zich echt helemaal bloot eigenlijk. En mensen voelden dat als je erbij was om er naar te kijken. Visual artist, it can just have a pen and make drawings, and with these drawings, like influence things or have an impact in the world. And I always like that an artist can be almost like a very light traveler, you know, like an artist can be just he or herself, as somebody who just has his hands and his mind.